Nee, Hans is helemaal mee. Fanango, welkom back. Zo, vandaag ga ik jullie wijzen hoe je een mooie thumbnail zelf kan maken. Als eerst moet je voor mij gaan downloaden Canva en YouTube. Je maakt een YouTube channel met al je gegevens en ook een Canva account. Als je die Canva account hebt gemaakt met al je gegevens, dan pas kunnen we verder gaan met de video. Jij hebt zo net gezien dat ik een screenshot heb gemaakt van mijn video die ik ga uploaden op YouTube. Ja, je hebt verschillende thumbnails of thumbnails idea. Je kiest eigenlijk die foto's uit in je video. Je maakt een screenshot. Je loadt het aan op Canva en wanneer je dan hebt opgeload, ga je het dan in een template zetten. Canva heeft verschillende templates. Ik heb eentje al uitgekozen, maar voor jou is het makkelijk om in de search box te typen templates of YouTube templates. Dan ben je specifiek. Ik heb mijn foto's dan opgeload en ze gezet in mijn template. Ik heb dan mijn tekst gedrukt wat ik altijd eigenlijk heb. Ik kies de mooiste uit en wat je ook ziet, ik speel met die kleuren. Ik gebruik kleuren dat heel veel in mijn video te zien zijn. Dat maakt je thumbnail dan een heel mooi effect. Het geeft het een heel mooi effect. Wat ik ook doe, ik speel met mijn lettertype. Ik kies een van de mooiste uit en dan zet ik mijn businessnaam en wanneer ik daarmee klaar ben, dan kijk ik als het ook een mooie kleur kan krijgen, want het moet helemaal passen met je video. Ik zou eigenlijk kiezen voor een beetje paars, maar ik zag niet echt veel paars in mijn foto. Dus ik ging met een beetje roze, donker roze. Oké, wat ik daarna heb gedaan, een screenshot maken van je foto, omdat ik op video had opgeloten, dus je kan eigenlijk kiezen voor foto. Don't be me. Ik heb dan mijn YouTube kanaal opengemaakt, de foto gepost en de rest is voor u om te doen. If you have any questions, just put it in the comments.